Vandaag brengt mijn bezoek aan Congo op uitnodiging van Damianaxi me naar het Hôpital de la Rive. Een leproserie net buiten de hoofdstad Kinshasa. Hier wonen al jarenlang oude lepra-patiënten samen met hun familie. Er wonen ook heel veel jonge kinderen. Ze ontvangen mij heel enthousiast, met muziek en met dans. Ik ben zelfs een beetje ontroerd. Oh, merci beaucoup. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld tegen zo'n mooi. Bloemen, liedjes, ik voel me hier al meteen thuis. Het doet me deugd om zoveel blije gezichten te zien. De leproserie lijkt net een klein gezellig dorpje aan de oevers van de grote Congo-stroom. De mensen genieten van de kleine dingen van het leven. Veel comfort hebben de kinderen niet, maar toch lijken ze gelukkig. Ze leven hier samen met hun familie. En daar zijn heel veel verminkte lepra-patiënten bij. Lepra veroorzaakt nog te vaak misvormingen. Maar dankzij Damianaxi krijgen deze lepra-patiënten hier toch een goed onderkomen en verzorging. En de kinderen, zijn ze ook malade of niet? De kinderen zijn niet malade. Ah, d'accord. Ze studeren hier aan de school grâce à l'action Damien. En d'ailleurs. Paul aussi vit ici grâce à l'action Damien. Il est nourri, il est logé. Et il n'y a pas que des petits. Oui. Il y a aussi des plus âgés que eux qui ont déjà terminé les études. Il peut travailler. Pour le moment, ils sont en train de faire les jardinages. Nadine die vertelt me net dat de kinderen hier eten krijgen, hier mogen wonen en naar school kunnen gaan. En dat allemaal dankzij Damianaxi. Dus dat is eigenlijk wel heel goed nieuws, want dat betekent dat er toch nog een klein beetje hoop is voor de toekomst. Gelukkig. Er is nog hoop voor deze kinderen dankzij Damianaxi. 1, 2, 3. Ben aan het.